Hallo netvrienden, wat leuk jullie kijken. En vandaag heb ik een ander soort filmpje voor jullie. En dit is een van de eerste filmpjes op mijn persoonlijke account van nu af aan. Ik wil meer van dit soort filmpjes gaan nemen. En ik wilde als eerst beginnen met een gameplay van Rise of the Tomb Raider. En ik ben hier zo benieuwd naar. Dit is op de allereerste dag dat hij op de computer uit is en ik kan eigenlijk gewoon niet wachten. Ik heb hier 1,5 jaar voor gewacht ongeveer. En ja, de reboot van 2013 was een van mijn favoriete games. En ik hoop dat deze game het zeker gaat overtreffen. En ik denk het wel, maar ja, wie weet. En ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden. Ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Oké, we hebben hier 3 niveaus. Eerst hebben we avonturier. Richt je op het avontuur van Lara. Gevechten zullen makkelijker zijn. Nou ben ik niet echt de beste gamer aller tijden. Dus ik weet niet zeker of ik deze ga nemen of de volgende. Maar richt assistentie tijdens gevechten is ingeschakeld. Vijanden krijgen minder energie en schade. En dan hebben we de, ja, like, in het Engels heet dit de Tomb Raider. Nou, in het Nederlands heet dat de Grafrover, wat natuurlijk minder leuk klinkt, maar oké. Een goede spelbalans, richtassistentie tijdens het gevecht is uitgeschakeld. Vijanden krijgen normale energie en schade. En dan hebben we de ervaren plunderaar. Uitdagende gevechtservaring, rechtsassistentie tijdens het gevecht is uitgeschakeld. Energieherstel is alleen beschikbaar buiten gevechten. Vijanden krijgen meer energie en schade. Vijanden hebben betere zintuigen. En dan hebben we de laatste overlever. En dat is met haal alles uit je survival skills. Nou ja, en dan krijg je, er zijn moeilijkere vijanden, er zijn minder grondstoffen en upgrades zijn duurder. Nou, dan ga ik denk ik voor deze. Want ja, het is altijd makkelijker om gewoon makkelijk te beginnen. En dat is ook voor deze gameplay makkelijk om te volgen dan. Well, let's get started. To make someone reach beyond the boundaries of human experience. To face the unknown. As children, we question the world around us. We learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. But some do not. The explorers, the seekers of truth. It is these pioneers who define the future of mankind. Sorry, ik heb de ondertitels nu eventjes uitgezet. Ga ik zo meteen aanzetten als dat kan. The others. Jonah. They're done. No amount of money is going to get him through those mountains. Jonah. The lost city's up there, somewhere. Sorry. That's going to be a hell of a climb. I'm not turning back. I know. You should stay here with them. Not a chance. Jonah is echt zoveel beter geworden. Zoveel meer haar heeft hij ook gekregen. Hij was sowieso al een van mijn favoriete personages van de game. Oké. Zo. Dat is beter. Oké. You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Look at that! It's amazing! But the snow coming off those peaks is a bad sign. Okay. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. Alright. Let's make it easy here. Okay. The graphics zijn echt geweldig. This wind is crazy! We just need to keep moving. Die wind kwam ook echt wel een beetje heel erg plotseling opzetten, maar dat maakt niet uit. Hey, even if we don't find anything up here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. Ja, dat had je ook. Op Yamatai.
Maar oké. Okay. Wow. Shit. You okay? Okay, we can Lost do this. My footing. I'm fine. Okay. You can do it. We can do it. Oh god. Oh shit. That was close. Laura, are you alright? Yeah. Let's cut. Jonah, I'm here. Okay. I'll climb down there and get you. No, dat is geen goed idee. It's too dangerous. I can climb back up. Are you sure? Just stay put. Okay, dit. Okay, dit moet lukken. Okay. Oh, we hebben nu twee. Excellent. Okay. Dit gaat iets sneller, denk ik. Hoppakee. En springen. Yes. I need to jump across. Yeah. Okay. Now grab my hand. Okay. Yes. Got you. Shit, Laura. You're gonna give me a heart attack. Are you okay? Yeah. Come on. Okay, we're gonna need it. Looks like we gotta go through. Ik vind haar jas echt heel erg cool. Gewoon die kleur is zo anders dan van. Nou, het is vooral het verschil met de Tomb Raider. Do you really think we'll find this lost city? I know this is a long shot, but that old tracker said he saw ruins up in these mountains. Holy shit. I guess if I was gonna hide a lost city, this might be the kind of godforsaken place I'd do it. I just hope Trinity hasn't beaten us to it. Wie? Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. Oh my god, deze graphics zijn echt geweldig. En Jonah is eventjes aan het wachten ofzo. Oh, deze sneeuw is iets dieper. What do you think? We're close to something, Jonah. Oh my god. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right, let's see what's up there. This feels pretty solid, but keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Okay. Right, you ready? Let's do it. Okay, dit kon ik. Dit gaat me lukken. Hoppakee. Dit gaat lukken. Oh. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Look out! Oh shit. Oh shit! That was close. Hoppakee. Come on. You can do it, Lara. Spring! Yes! Alright. We can do this. Oh no! Hold on! Shit! I'm going to dig in. Can you make it across? I can make it! Boswell. Duurlijk. Oh god. Yes. Holy shit! I don't think I can make that jump. Nee, fuck me. I'll anchor a line for you at the top. Alright. I'll give you some slack. Almost there, Laura. You got it. Okay, dit wordt moeilijk.
Yeah. I did it. Jonah! We made it! I see the ruins! Oh god. Oh shit. Oh nay, oh nay, 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 oh nay, 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 nay. I got you. Laura, can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. Oh my god. There. Oh nay, nay, neat, neat, oh nay. Oh shit. Ik haat. Oké, ik ben hier zo slecht in, dus ik hoop echt dat dit goed gaat. Oh shit. Kom op, ik kan dit. Nee, shit. Oh shit. Laura, I can't hold you. The rope is slipping. Kom op, ik kan dit. Yeah! Whew! Dat scheelde maar weinig. En waar was die lijn gebleven die jullie hadden? Oh shit! Oh my god! Oké, dit is reden tot paniek. Oké, spring! Je kan dit. Springen. Spring. Oh. Dat was kantje woord. Oké. Je kunt dit. Kom op, Lara. Kom op. Je kunt dit. Yes. Ja. Oké. Oh, nee. Oké. Geen goed idee. Oké, kom op. Oké. Oké, we kunnen dit. Lara, we kunnen dit. Oké. Reden tot paniek. Oké. Springen. Oh nee. Spring. Oh, dat, toen ging ik een beetje dood. Maar dit gaat goed. Oké, gaat lukken. Moet lukken. De graphics zijn echt al geweldig. Wel een lange laadscherm, though. Maar dat komt waarschijnlijk doordat ik aan het opnemen ben. Oké, springen. Spring, oké, ja. Spring. Spring. Ja, dit gaat je redden, dit gaat je lukken. Yes! Oh nee, oh shit. Oh nee, oh kut. Oh. Sorry. Twee weken eerder. Oké. Oeh, dat ziet er cool uit. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. Himiko. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. Who's that? The key to unlocking everlasting life. Let's dare the guys. I may have found the next piece to the puzzle.
But I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now. Trinity. An ancient, violent sect with designs on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. Lara. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Anna. Wie is dat? Oh shit. Oh, dat is Lara. Er was toch iemand? Nou ja. Oh, right. The graphics. Look at it. Nou ja. Meteen een bel pakken ook. Oh, it's me, Anna. Oh God, I'm so sorry. Wie ben jij? What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No, he was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. I would have married him if he'd asked. But he was a broken man. I don't want to see you end up like him. Wie ben jij? He was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Oh God, Lara, no. This is madness. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I can't explain. Now I understand what Dad was going through. It's all fairy tales. Nonsense. Ze komt Don't go down this road. Ze komt niet echt overtuigend you know over. Where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb. En dat is even waar we het nu bij gaan laten voor deze aflevering. En de volgende keer zal ik ook Syrië gaan doen. Alleen nu zit het er helaas weer op. En ik hoop dat jullie deze gameplay leuk vonden. Als je nog tips of tricks hebt, laat me vooral weten in de reacties. En ik zie jullie weer in een volgend filmpje.